Journalist Naomi Hoover heeft haar journalistieke ervaring uitgebreid door haar eigen website te lanceren. Vanmorgen heeft ze de website De Snelle Pen gelanceerd. Met deze stap is Hoover haar eigen baas en geeft aan dat het een bijzonder moment is dat zij deze mijlpaal heeft kunnen bereiken. De Snelle Pen was eerst een pagina op Facebook waar zij haar journalistieke werkzaamheden voortzette. Meer spannende verhalen, meer human interest stories, meer verhalen waaruit men lering kan trekken. Meer levensverhalen die tot de verbeelding van de man van alle dag spreekt. En waarom heb je besloten om een website te launchen in plaats van te blijven op social media? Nee, ik zag dat de enthousiasme was groeiende. Ik kreeg soms 100.000 views voor sommige berichten, 90.000 views. Dus ik zag dat de enthousiasme erin was. Dus ik kan het niet meer op social media dan maar. Ik moest het dan, hoe noem het, professioneler gaan aanpakken. Dus vandaar deze stap. Van welke kant uit heb je meer ondersteuning gehad en die push om te zeggen, weet je wat, doe je eigen ding nu uiteindelijk? Dus toen ik op social media begon, is mijn vriendenkring van, oh, ik ga ervoor. Ik kreeg kleine advertenties van, hey, er is een markt, er is een vraag, ik moet mijn eigen ding gaan doen. Dus aan de hand daarvan dat mensen enthousiast hebben gereageerd, dus de wijze waarop die berichten zijn ontvangen door de samenleving, door de mensen op Facebook, zag je van, hey, er is een markt voor. Ik kom mijn vriendenkring bereid vinden om hun advertenties bij me te plaatsen, al hoe klein het was. Ik dacht van, nee, ik moet dit groter en serieuzer aanpakken. Hoover geeft aan dat ze niet alleen verhalen op haar website plaatst, maar dat zij doorgaat met haar journalistieke werk. Mijn website is opgebouwd uit, dus de basis is portretten, dat vormt de basis van die website. En die portretten zijn verdeeld in verschillende rubrieken. Zo heb ik een rubriek over biografieën van mensen. Ik heb een rubriek over buurttitories, daarin laat ik oudbewoners aan het woord. Waarom zo iemand zo lang in een buurt woont? Waarom heeft die persoon voor zo'n buurt gekozen? Ik heb ook een rubriek ingrijpende verhalen, daarover praten we. Of verhalen die, hoe zal ik het zeggen, die samenleving hebben doen schudden. Dat soort van verhalen, taboe onderwerpen. Ik heb ook een rubriek waarin ik taboe onderwerpen bespreek. Ik heb eentje, de stelling waarin ik voor- en tegenstanders aan het woord laat. Politieke voor- en tegenstanders, maar er kunnen ook mensen vanuit, vanuit het maatschappelijk veld zijn. Dus ik heb een aantal rubrieken, dus mijn website is opgebouwd uit rubrieken. Ik heb ook een rubriek met actueel, dus actuele onderwerpen plaats ik ook in zo'n rubriek. Dus je blijft nog steeds je journalistieke werk doen aangezien je het hebt over actualiteit? Ja, ik blijf. Ik ben en blijf journalist. Ik ben een journalist in hart en nieren. Want die verhalen zijn geen verzonnen verhalen, zijn interviews, zijn gebaseerd op interviews. En daarom, om zo echt en serieus mogelijk over te komen, heb ik... De mensen die ik interview moeten hun met naam, voor- en achternaam duidelijk en met foto. Want anders kom je ongeloofwaardig over als journalist en dat moet je niet hebben. De buurt waarin iemand opgroeit bepaalt niet wat de persoon wordt. Maar omgekeerd bepaalt de persoon zelf je toekomst. En daarmee besluit Hoover